Wat ik zelf een mooi moment vind voor ons bedrijf is dat wij 3 jaar geleden van Boerhartighoofd overgingen naar Colliers. Dat heeft ons veel gebracht en daar kan ik nog steeds met vreugde op terugkijken. Ik vind de fraude een absoluut dieptepunt. Zijn ook momenten geweest waarop je afvroeg of je nog wel in de sector werkzaam wilde zijn. Besloten om daar toch te blijven en het ook te verbeteren. En een persoonlijk dieptepunt is absoluut het overlijden van mijn collega Sjors ten Haven, mede aandeelhouder van ons bedrijf. Ik denk dat nog meer dan nu de markt zich zal beseffen dat het is uiteindelijk de gebruiker die het betaalt. En dat we steeds meer toegaan naar een exploitatievorm die gebaseerd is op hoe de gebruiker functioneert. Dus een standaard huurprijs per kantoor vierkante meter, dat zou me niet verbazen als dat op termijn verdwijnt. En dat het allemaal exploitatiegebonden vastgoed wordt. Ik zie hun vooral als een hele betrouwbare bron van informatie en van verslaglegging. Nou, de vraag is natuurlijk, is een thema waar we eigenlijk al meer dan 10 jaar mee bezig zijn, is wat doen we met de data? Hoe kan die het beste benut worden? En je zou verwachten dat een uitgeverij als vastgoedmarkt daar ook een rol in zou spelen. Ik denk dat het kunnen beschikken over betrouwbare data van alle tijden is, die wens. Dat zou heel goed kunnen. Ik vermoed zelf dat het prima is om vast te houden aan geschreven media. Dus een hele sterke online ontwikkeling, die heb je daarnaast ook wel. Maar dat is zoals ik dat zie.